Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog. Vandaag ben ik bij... Ik denk dat jullie het misschien al kunnen raden zo. Bij Brows & Beyond, of course. Samen met deze dancing queen. En het is hier zo mooi. Oh, dit is echt het mooiste salon ter wereld. Kijk wat ze voor Valentijn hebben gedaan. We hebben al foto's genomen, of course. Dat konden we niet laten. Het is echt mooi, wauw. Ze hebben hun interieur nu al naar roze veranderd. En dat is echt zo girly. Ik wil dat ook. We waren net aan het zeggen dat we dat ook in ons huis willen, maar ja. Ja, dat tafeltje. Zou eens vragen van waar dat komt. Dat lijkt zo met zo die monden. Ja, inderdaad. Ja, dat kan wel. Ja, mooi. Oké, ik ga even uitleggen wat we gaan doen. We gaan dus microblading en micropigmentation doen van onze wenkbrauwen. Dus dat wil zeggen dat een soort van, ja, tatoeëren is dat niet echt, maar zo krasjes maken en dan worden die ingekleurd met inkt, waardoor dat dat gaat blijven. Dus dat gaat wel tof zijn. Ik ben heel benieuwd, ook als het pijn gaat doen ofzo, maar het wordt wel verdoofd, dus het zal wel meevallen normaal gezien. Céline gaat eerst. Proefkonijn. Echt wel. Oh, ik ben echt benieuwd. Dus we gaan wenkbrauwen krijgen die er niet meer afgaan. En dan gaan we 's ochtends onze wenkbrauwen gewoon niet meer moeten doen. Dit zijn mijne nu, natuurlijk. Zonder iets. Dan gaan jullie zelfs het proces zien. En daarna de after. En nu ga ik ook again zo beginnen. Spannend. Deze is iets breder dan de andere, maar qua hoogte zo'n beetje. Het is precies of je boos kijkt nu, dat was met die streepjes. Thanks. Oké, okay, mijn vorm zit erop. Dit gaat de vorm worden. Deze is iets smaller gemaakt omdat hij te breed was in vergelijking met die. Zo ziet het eruit. Nu ziet het er natuurlijk heel raar uit, maar komt goed. You ready? Ja. Ik ben heel benieuwd. Het doet echt geen pijn. En je weet, als ik het zeg, dan doet het echt geen pijn. Nee, hoor. Sowieso niet. Doe nou. Oké. Moet ik mijn ogen doen? Je mag het zelf kiezen. Maar voor mij maakt het niet. Je gaat echt binnen één seconde zeggen, oh. Ja. Maar die maakt wel wat meer geluidjes. Nee. Als ik die het doe. Hetgeen wat iets meer pijn doet, is zo dat schaduwding. Ja. Maar dit is echt niks. Ja, nee. Het lijkt eerder alsof je een haartje uittrekt of zo. Ja, ik vind dat dat wel voelt alsof ze dat zo met een mesje doen. Ja, ja, ik vind dat het zo precies met zo'n kuttermesje liggen te gasten. Nee, ja. Ik heb het gevoel alsof je een haartje gaat uittrekken die er moeilijk uit kan. Oké, het eerste is gebeurd zonder de verdoving. De pijn was echt dik oké. Maar ik moest heel veel tranen, want dat duwt zo'n beetje op je sinussen. Dus ik kreeg allemaal tranen aan mijn ogen. En het gevoel alsof ik moest niezen de hele tijd. Maar dat is over. En nu zit er verdovende shell in, denk ik. Hè? Hebben ze daarop gedaan? En dan gaan ze zelfs verder doen. Het is precies niet zo hard verdoofd of zo. Een deed die dat een laagje en dan zit het er al bekend in. Ziet er ook wel heel mooi uit, hoor. Ja.
O'Shea when I park the Gaddi. See three white girls trying to spark the Bobby. I be rust up in the paint, boy, it's hard to stop me. Are you a remix or a carbon copy? Like T-Town and we partying hard now. We used to use fakes, but we buy in the bar now. 2020, I'll be up and flying the car down. My eyes roll back, what you trying to start we now? We ride around the town tonight. Hey. We feeling good, we feeling right. Do we chase the thrill? It ain't working out, but I'm keeping my chin up. A jogger never fall, I don't even fall in love. No, I ain't complaining, that's when everyone give up. The only shot I ever see you making is bitch cup. Oh, damn. Oké, de wenkbrauwen zitten erop. Ik zal straks nog eens de groei laten zien. Maar je ziet wel dat ze wat rood zijn, want ik heb hier redelijk hard gebloed aan mijn wenkbrauw. En hier ook wel een staartje, maar deze was een moeilijke. Maar het was echt goed verlopen. En het was niet pijnlijk, dus gelukkig. Nu zijn we bij mijn zoon Charlotte, want nu gaan we LPG-behandeling doen. Leven is klaar en ik heb mijn pakje aangedaan. Het ziet er zo uit. Het ziet er wel grappig uit, maar het zit wel echt heel goed eigenlijk, om eerlijk te zijn. Het voelt zo comfortabel. En dan kunnen ze zo beter, ja, die behandeling doen zo. Dat is zo'n machine en dat kneedt en dat zuigt precies. Dus. Oké, de tweede sessie bij mijn zoon Charlotte zit er ook op. Voor degenen die de vorige vlog niet hebben gezien, we doen een LPG-treatment. En dat is eigenlijk, ja, een soort van lymfedrainage, denk ik dat noemt. En dat zorgt ervoor dat uw afvalstoffen weggaan, uw extra vet en uw vocht. Dus voelt echt zalig trouwens. Dat voelt echt als een massage. Echt zalig. Ik vind het fijn. Ik had vandaag ook echt veel spierpijn in mijn poep van gisteren te trainen. Dus dan is dat ook fijn, want dat, ja, wordt zo goed gekneed en heb je minder spierpijn. Mijn brows zien er ondertussen zo uit. Ik moet trouwens eens vegen met mijn doekje. Dat ga ik nu doen, anders vergeet ik dat. Dus we hebben zo doekjes meegekregen. En de eerste 3 uren moet je om het 30 minuten vegen. Dus dit is de laatste keer met dit doekje. Moet je eigenlijk gewoon eens vegen zo. En zo. Amai, de vulkaan is daar. Ik dacht al zoveel lawaai. Voilà. Zo, en dan zie je dat er nog wel wat vocht afkomt. Dus dat is goed, hè. Dat is voor het extra vocht. En misschien als er wat bloed of zo aanhangt. Dus daarom moet je daarover vegen. Maar ik ben echt super blij. Het gaat ook gewoon zo blijven. Allee, ze gaan nog ietsje lichter worden wel. Want ze gaan ook korsten binnen een paar dagen. En dan gaat dat er nog een beetje vanaf gaan. Maar I'll keep you updated de komende dagen. Dan kunnen jullie ook zien hoe het verder gaat met mijn wenkbrauwen en hoe dat evalueert. Ik ben heel benieuwd naar die korstjes. Ik ga zeker hier een korst krijgen, omdat ik daar ook redelijk wat, niet veel, maar een heel klein beetje gebloed heb. Dus daar ga ik wel een korst krijgen. Maar hopelijk vonden jullie het leuk om dit te zien. En vonden jullie het leuk dat ik jullie heb meegenomen. Dus zeker thumbs up als jullie dat vonden. Ik ga voor de rest vandaag niks meer filmen. Want ik ga gewoon monteren en werken. En jullie kennen dat ondertussen al. Daar is niks meer interessant aan. Dus ja, dan zie ik jullie volgende keer in de volgende vlog. Ik weet niet wanneer, want ik ben niet meer mee met de datums. Maar tot de volgende keer. Mijn gsm is aan het trillen. Ik weet nu niet hoe ik moet afsluiten, hè. Ik ga gewoon blijven zeggen tot morgen, want dat is mijn ding. En ook al is het er geen vlog morgen, overmorgen dan, hè. Tot morgen!